Dus laat je even horen voor de MC's en de jury die hierbij horen. What up is? That's all you gonna get. Ik wil even het woord geven aan de jury voordat we de uitslag bekend gaan maken. Zijn jullie een beetje klaar voor de uitslag? Make some mother in noise! Dan geef ik het woord aan de FP. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben lang zitten vergaderen, zoals jullie misschien gemerkt hebben. Want het was niet heel makkelijk. Een hoop gasten lagen dicht bij elkaar bij sommige rondes. Maar uiteindelijk zijn we er met heel de goedheid van ons hart toch uitgekomen. En ik weet niet wie van ons dat op papier hebt staan. Jij, volgens mij heb jij het, hè? Dus ja, nou, dan pas ik het gewoon. Dan mag jij een lulpraatje houden. Ja, inderdaad. Ik heb samen met jullie moeilijke tijden, pintjes lopen zweten. Condens kwam van het plafond af, van de ventilator. Het was moeilijk. Uiteindelijk unaniem. Ja, inderdaad. En met name ook het stukje stage presence en crowd interaction is ook heel erg belangrijk. Naast alleen delivery, bars gooien. Want ik heb wel gezien dat over het algemeen heel veel talentvolle MC's hier vandaag aanwezig waren. En dat maakt het extra moeilijk. En met name in de cijferronde zag je wel dat er veel mensen, MC's, ook loskwamen op dat moment. En ook meerdere elementen begonnen te gebruiken die ons werk nog moeilijker maakten. Dus, het niveau lag hoog. Het niveau lag zeker hoog. Maar we zijn eruit. Dus ik geef de mic aan de man hier links van mij. Ja man, het was zoals hun zeggen heel moeilijk om te kiezen wie de winnaars gaan zijn. En het is duidelijk. Het is... Ja, ik ga je eerlijk zeggen, het is moeilijk eigenlijk omdat veel van jullie hard zijn en veel van jullie op één lijn zijn en veel van jullie ook hebben gefreesteld. Vat je? Dus het is, jullie hebben ook gewoon risico's genomen. En ja, dus jullie gaan het horen, man. Waar is een drumroll als je hem nodig hebt? Getting all antsy. Zoals de jury al zei, de uitslag was erg lastig om te bepalen. We hebben geen 1, 2, 3. We hebben een gedeelde tweede plaats en een eerste plaats. Zo simpel is het. Dus we hebben inderdaad ook meteen een dagwinnaar. En drie mensen die met, zoals Mokro Maniac tegen ons zei, met een contantje naar huis gaan. Dus dat is lekker. Op de gedeelde tweede plaats. Drumroll please. Niemand minder dan Compact! Ik heb ze niet op zak. Je mag ze bij... Zometeen bij die mevrouw. Bij die mevrouw gaan halen. We waren het erover eens. Bar heaviness zat erin. De impressie was meteen merkbaar. Lekker straats, ook dope voor de afwisseling. Maar je staat er. Daar waren we het echt over eens. En dat kwam het beste naar voren in de eerste twee rondes. Dus vandaar die tweede plaats, man. Congrats, make some noise! Ja, lastig. Er was één ronde die gedomineerd werd door de andere MC van deze tweede plaats. Drumroll, please. En wat het meeste naar boven kwam, was dat deze MC zich het meeste aan de opdracht hield. Want het zijn natuurlijk challenges en opdrachten. En deze MC voerde die het beste en het slimste uit. En dat is ook belangrijk. Zeker na vijf rondes is het heel lastig. En in de vijfde ronde werd de tweede plaats geget door niemand minder dan Rix. Congratulations. Je wil die shine even pakken? Wat ik al zei, ik heb eigenlijk alles al een beetje verspeeld. De meeste props kreeg je voor de originaliteit in de laatste ronde. En dat is een tough one, tough cookie to eat. Want al deze MC's die hebben hem sowieso gemurderd. En om dan je concentratie nog erbij te houden. Maar ook in die derde bonusronde nog te bedenken van... ik ga de jury eventjes aanpakken. Is een inkoppertje, maar je moet er maar opkomen. Dus extra credits voor die. Dat was de doorslag. Make some noise for Rix. Extra drum roll, please. Break the fucking drums. Dagwinnaar van vandaag. Most skillful in de meeste rondes. En degene die drie hele barkies mee naar huis neemt, is niemand minder dan, you already know, Insano!
Voordat ik de mic aan jou paas, je bent de winnaar. Ik wil een kleine toelichting geven op deze. In 2017 deden we allebei voor de eerste keer mee. Telkens greep hij er eentje mis. En nu we vandaag eindelijk geen officiële dagwinnaar hebben, heb je hem toch gepakt. De eeuwige roem, de eeuwige titel na die jaren. Extra props, extra love. Je was al consistent. 2019 heb ik het ook al gezien. En nu heb je hem gesmashed. Dus make some extra noise voor deze man. Insano! The cash is all yours natuurlijk aan het eind van dit event. And the mic is yours. Krijgen we nog een victory round? Natuurlijk, hè? Where you going, bro? Victory round. Let's go! Yeah. Weer een winst in de pocket. Waarschijnlijk ben ik de illste motherfucker. Ja, yeah, want ik kan rappers meteen verslinden. Dit is titel nummer 29. Ik ga door tot ik er 30 heb. En dan kun je best wel zeggen dat Insano het beste rapt in die freestyle shit. Omdat dat makkelijk is. Omdat ik elke keer elke bitch hard met die shit nak. En ik weet het. Soms loop ik even vast, maar nog steeds ben ik dieper dan de wetenschap. In het Nederlands heb je er helemaal geen tegenstand. Ik geef geen ene vak om hetgene wat je schreef, want je weet ik bracht. Alleen mijn vriezels uit de losse pols, wanneer ik bommen drop. Dan weet je zelf dat ik koffer kom. Ik zag ze kijken, ben steady als die camera. Freestyle, ik heb waarschijnlijk ook die stamina. Dat heeft Kai vooral gezegd vandaag, maar camera en stamina, dat rijmt altijd perfect. Dus daar kan je altijd op uitgaan. Wanneer ik rappers, dit soort dingen, kan ik ze allemaal niet uitstaan. Dus ga ik erbij zitten, ben ik weer de winner. End of the week, het weekeinde mag beginnen. End of the week en het weekeinde. En ik bleef schrijven, freestyle je. Doe het geen tijdig. Yeah, hey, je weet het. Freestyle, helemaal niks ook geschreven. Dit is wat ik doe, ik geef de microfoon door. Want jullie hebben genoeg van mijn lyrics al gehoord. Is het.